Gaat het goed terug? Nou zijn we weer met Twilight Princess aflevering 2. Ja. Hey! Hey, wat wakker Link! Het is alweer ochtend. Nou, hier is het middag op 25 september 2020. Dit is de eerste keer dat we Link's huis van binnen zien. Laten we eens kijken wat we zien als we naar buiten kijken. Grijsheid. Oh. Nou, niet echt iets heel bijzonders, hè? Hebben we het ook uit de weg? Je kan dus hier door ramen kijken. Als je trouwens een beetje net als Breath of the Wild stemacteurs wilt en je kan redelijk Engels, kijk eens naar de films van de Zelda Universe. Hilarisch. Ja. Zijn mensen die naast hun werk gewoon hun tijd spenderen om bijvoorbeeld de brieven, de postbode van dit spel te zijn. En dan hoor je deze. Link! Wait! Ik kan het niet zo goed als hij hoor. Dat moet je echt zien. Wel zijn al hun filmpjes in het Engels. Ja, daarom als je goed Engels kan, redelijk Engels kan. Als je het kan verstaan, maar niet goed kan spreken. Of weet je wel, of je hebt gewoon zoiets van ik wil het eens gewoon zien hoe het is. Superleuk. Het is echt super grappig. Wat hebben we? We hebben nog niks. Nee, we hebben niks. Nou, dan gaan we gewoon praten met de kinderen. Oh, Link, heb je het gehoord? Ze hebben een katapult bij de winkel. Een katapult! Mello die vraagt zich af hoe krachtig het is. Ik moet hem proberen. Talo, als jij en Malo hem zo graag willen, dan moet je hem gewoon van mijn ouders kopen. Oh! Vind je dat niet? Ik wil dat zo'n... Zie jij roepies in mijn handen? Ik kan het niet betalen. Hallo Beth. Kun je het gewoon aan ons uitlenen? Serieus? Het is jouw ding. Je weet dat ik daar een probleem mee krijg. En als je me zo graag wil, dan ga je hem toch gewoon sparen met je zakgeld of zo? Rotkind. Sorry, dat was mijn ding. Maar ons zakgeld zuigt. Oh, ik wou dat ik geboren was in een familie met een katapult in plaats van een waterwiel. Hoor. Ik vind dat erbij horen, zo'n hoor. Nou, dan gaan we even met Colin kletsen. Hey Colin. Oh, hoi Link. Je hebt een dag vrij, toch? Dus, ik heb de vishengel af die ik aan het maken was. Ik dacht, ik neem hem mee vanmorgen, maar mijn vader zei... Je moet wachten tot Link komt en hem ophaalt. Dus ik heb hem niet meegebracht. Colin. Strenge papa. Trouwens, dit is de tweede keer dat we dit filmen. De eerste keer ging het mis met het geheugen van de computer. Nou, laten we eens worden gesloten. We hebben 30 boekjes nodig. Maar we gaan het sneller doen, jongens.
We pakken de pompoen. En... Niet alle pompoenen gaan. Nee, want ik krijg hier ruzie met de vader van Tello en Mello. Vraag me niet hoe die heet, dat weet ik alleen bij Russel. We gaan hem nu even opstellen. Was. Ja. Dat probleem had hij ook. Ik denk echt dat dat met je geheugen te maken had. Ja. Wat volliep. Hebben we dat ook weer geleerd? Moet ik daar eens naar kijken op mijn eigen computer? Misschien is dat ook een probleem met mijn eigen computer. Ja, maar je hebt het. Ja. Maar mijn eigen computer is wel oud. Hij is oud. Ja, maar mijn eigen computer is boos op me. Ja. Ik heb hem vervangen. En dan was hij eigenlijk met pensioen. Dan moest hij alleen maar op werkdagen mee naar het atelier waar ik werk. Twee dagen mee. Andere twee dagen gaat de ene mee naar mijn andere werk. Ja, maar daar associëren ze hem. Ja. Daar kwijlen ze zelfs al. Maar... Oké, vogel. Goed, wat ik wilde zeggen. We hebben net een raaf geroepen, even voor de duidelijkheid. En je ziet daar een... Ja, bijenkorf. Wespennest, wespennest, ik weet niet verder wat het is. Waar is de bijenkorf? Nu moet ik met de controller moet ik mikken. Met de, wie is het met de hand? Nee, daar heb ik niet over. Daar vliegt hij in. Nou. Ik ga wel springen. Als ik het loslaat. Oh, hier weet je dat niet. Hij krijgt dus geen pijn als je hem loslaat. Ik denk wel als je van de boom afkomt. Maar als je de controller loslaat. Hey! Nou, ik trek het zo verder. Yo, Link, hierboven! Ik wil met je praten. Druk A terwijl je L, dat is je bumper, vasthoudt. Dan kunnen we praten. Nou, druk L. A. Oh! Hey, daar is het. Zo doe je dat. Hierboven, ja! Ja, ik hoor je stem goed hoor, zoals gewoonlijk. Misschien kun je het mijn kinderen leren dat je A moet drukken terwijl je L mikken, noem het maar even, ja. Vasthoudt om met mensen te praten op een afstandje. Dat snappen ze gewoon niet. Dus luister, waarom klim je hier naar boven op die begroeiing daar? Link. Maar ik denk dat jullie dat woord wel begrijpen, hè? Want zo heet dit kleine ding. Maar ik vet het ding. Hè? Nee, ja, daar ben ik. Kijk dat. Ik ken Sarah, hè? Van de winkel. Isn't dat de kat? Die kat noem ik trouwens Ilvie. Heet eigenlijk Link, maar ze lijkt... Dit beestje lijkt sprekend op de kat van mijn moeder. En die heet Ilvie. Hij zit daar gewoon naast mijn huis een starwedstrijdje houden met een beekje. Ik denk toch echt niet dat hij denkt dat hij een vis gaat vangen. Katten kunnen geen vissen vangen. Nee, dat is een ding. Ja, maar... Dat is niet waarom ik je hierboven heb geroepen en wat ik je wilde vertellen. Kijk, ik wil dat je ergens naar kijkt. Zie je dat gras daar? Wat daar groeit? Heb ik je niet eens gezien dat je daar op blaast? Op fluit? Nou, wat hij bedoelt is... Je ziet nu mijn muis even in beeld. Dit gras. Dat is wat ik net ook mee vloog om de raaf te roepen. Ik dacht, het is behoorlijk zeldzaam, dus ik laat het je even weten. Verder dat jij eroverheen kan springen met je linker duimstick. Top, jongen! Nou, dan ga ik jullie even wat tijd besparen. Spring hier. Normaal gesproken moet je met de moeder van Colin gaan praten. En die zegt dan dat ze haar wiegje mist.
wat ik dan wel snap, maar jij blijkbaar niet helemaal, want je bent hier. Nou, je ziet daar het aapje vliegen, hè? Nou, springen. Ja, maar hij vliegt niet, aapje vliegen. Ja, hij vliegt niet, aapje vliegen. Wordt de Wizard of Oz gekeken? Daar! Daar! Sorry jongens, ik moest even. Nou, die heeft het niet gevallen. Dus stuurt je raaf daarheen. En hij gaat hem op. En dan spring jij daarheen. Voor de duidelijkheid, als jullie naar beneden vallen, schaam je niet. Ik heb dit spel nu inmiddels vaak genoeg gespeeld. Ik ben erin getekend. Nou, nu loop ik dus naar de moeder van Colin. Hallo moeder van Colin. Link. Ik heb wel bezoeken naar dat wiegje. Ik heb hem gemaakt toen Colin werd geboren. Ja, er staat wel mijn eerste kind, maar dat is Colin. En ik heb het altijd als dierbaar gezien. Door al die jaren heen. Wist je dit, Link? En zag je hem ergens liggen? Heb je hem daar hem teruggebracht? Dankjewel, Link. Oh, dat herinnert me aan iets. Er is iets wat ik je moet geven. Denk je dat je mijn wiegje naar mijn huis kan brengen? Natuurlijk, hoogzwangere dames laten mij niet sjouwen. Als je gemauw hoort, is dat mijn kater. Dankjewel, Link. Ja, ik was het bijna vergeten, maar ik hoor je dit te geven. Oké, hier. Je hebt een vishengel gekregen. Een simpele vishengel. En een dobber. Zet het op I of X door op de bovenste knop op de vierpuntstoets te drukken om het te gebruiken. Kijk het water. Kijk naar het water eigenlijk. En druk op je X of je Y-knop om hem in het water te smijten. Gebruik je linkerduimstick, de gele duimstick op je originele GameCube. Rechterduimstick, sorry. De gele duimstick op je originele controller. Als je een originele controller gebruikt. Of een echte GameCube. En anders je rechterduimstick. Duw die naar beneden om de vis te vangen. Je kan vissen zonder aas vangen, maar met aas werkt het nou eenmaal wat beter. Hij is een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen, Link? Een beetje ruw. Colin heeft hem zelf gemaakt. Wel met de hulp van mijn mama, hoor. Maar als je het leuk hebt, kun je gebruiken. Zou Colin het plezier doen? En ik heb dat te zeggen. Van duidelijkheid verzin ik er af en toe iets bij. Blablabla. Ik ga mijn boom bekennen. Je kan trouwens, als je Breath of the Wild gewend bent, niet zeggen ik ben Hinnerboom. Dat doet hij niet. En op zich, nee, dat doet hij niet, je kan hier niet in de boom beklimmen. De enige plekken waar je bij Zelda Breath of Twilight Princess naar boven kan klimmen, is op de groeiing, een ladder of een net. Je kunt ook niet zelf springen. Dat moet hij allemaal zelf. Dat doet hij allemaal met autojump. We zijn zo bij jullie terug. Zo, nou. Dan gaan we nu over een boom heen lopen. Eigenlijk al. Voorzichtig, alleen. Ik denk ook. Ja, 5 rupees. Nou, die geld is nog meer waard. Smakel. Oeh! Dankjewel, dakje. Mooi dakje.
jongens, we zijn zo terug. We gaan even zonder die scherm halen. Ik zet de vishengel op Y, dat klinkt gewoon fijn. Als ik dan goed moet aanvallen, val je dan je vishengel aan. Nu wel, als er visje ontstaat heb je gewoon beter. Hou je rechterbaansteek omhoog. En je vindt een Greendale. Een 11 inches. Ja, sorry jongens, ik weet niet het verschil in inches of centimeter. Een 11 inches vis. En deze kleine visjes zijn overal te vinden. Druk op start om te kijken welke vissen je hebt gevangen. En je collectie scherm. Ja, Ilvi. De mouw die je nu hoort is Ilvi. Oftewel, de kat in Link. Ja. Yeah. Het is toch een ander soort mouwtje. Het is geen echt mouwtje. Deze is 10 inches. Nou ja, deze heb je al, dus die kun je laten gaan. Je moet eigenlijk een los en Ilvi krijgen. Ilvi nou wel, denk ik. Boutjaar. Hoe hebben jullie de coronacrisis doorstaan? Wij mensen al heel veel. Zelden. Spelen. En was jij een van de mazzelaars die een vitaal beroep had en dan gewoon naar buiten mocht? En als je een van de vitale beroepen had en vooral verpleger? Jullie zijn helden. Ja, maar weet je, die helden hebben wel hun gezondheid op spel gezet. Heel veel van die helden zijn zelf ziek geworden, weet je, dus... Wat zeg je? Het baasje van... Ja, en de moeder van Beth is dit. Oeh! Ach, Link, kom binnen! Ach, je moet het horen. Mijn kleine katje is zo geweldig. Vandaag heeft ze een vis gevangen. Helemaal zelf. Met een klein beetje hulp van Link. Hoe denk je dat hij het gevangen heeft? Ach, misschien is hij wel gewoon een genie. Ja. Een genie staat voor je. Ja. En volgens Sharon Den Adel van Within Temptation, beschrijving hier beneden. Waren haar katten aliens. Dus ja. Zullen we Mulder maar even bellen? Of ja. Scully meenemen? Om die kat uit te zoeken, toch meen je niet? Ja. Oh, moet je kijken! Is hij niet schattig? De manier dat hij zijn melk opdrinkt. Oh. Lieverd, wil jij een beetje melk? Ik ben in zo'n goede bui, deze is gratis. Je hebt wel een flesje. Maar de fles is half leeg. Zet het op I of X om 3 hartjes te genezen. Dingen in een lege fles weer doen, doe je door op I of je
leegfles op I en X te drukken, op X te zetten en dan er naartoe swooshen, zullen we zeggen. Swingen. Zwaaien. Dat ja. Oh, nou, maak je geen zorgen, Link. Je hoeft het leegflesje niet terug te betalen, lieverd. Je kan het hergebruiken, weet je. Iets anders erin doen. Recyclen is heel erg belangrijk, weet je dat, lieverd? Ja, zo'n 14 jaar geleden. Ja. 2006, 14 jaar geleden. Ik weet zeker dat jij nooit zoiets zou doen. Maar kinderen van deze dagen, die zien de wereld als iets wegwerpbaars. Het is zo crimineel. Dus wat zeg je, lieverd? Wil je nog wat anders vandaag? Als je interesse hebt, kijk even rond met je rechterduimstik. Linkerduimstik. De andere rechterkant. Ik zal de Cube controller voor je leggen. Ja, graag. Weet je wie je ook kan? Wie? Nou, het is in ieder geval je linkerduimstick. Hier heb je een katapult met 50 pallets. Deze is 30 roepies. Nou ja, roepies, dan ga ik nu vertalen, want roepies heet gewoon roepies. Dat is gewoon geld. Daar doe je het maar mee. Nee, zo heten die dingen gewoon. En... ik heb dit voor de kinderen. Het is eigenlijk gewoon een spel. Maar het doet vreselijk pijn als je ermee geraakt wordt. Deze katapult is 30 roepies. Wil je hem kopen, lieverd? Ja. Wat doe je nou? Een katapult kopen? Jij ja, stout, jongen. Ondeugend jongetje. Sorry, moest even. Ben je niet te oud? Ben je niet te oud voor speelgoedje, lieverd? Wil je het in ieder geval met de kinderen mee laten spelen? Oh, en ik zou je moeten betalen. Vertellen, niet betalen. Hij moet haar betalen. Ja, whatever. Ik zou je moeten vertellen. Maar als je pelletjes op zijn, kun je ook altijd pomponzaadjes of de zaadjes uit een Deku Baba gebruiken. Dat zegt ze er niet bij, maar dat is gewoon zo. We hebben een katapult. Kinderen houden van dit ding. Je kan 50 pelletjes dragen. Zet het op I of X in je itemscherm, in je dingenscherm. Druk met je rechter grijze, linker grijze duimstick, ga ik weer. Op zo'n knopje om ermee te vuren. Dus dat laat ik jullie zo zien. En met L-target, met L-mikken voor meer precisie. Ja. Maar we krijgen zo meteen nog een stuk bij. Ja. Tot de volgende keer, lieverd. Tot ziens, lieverd. Dag. Dag, Ilvie. Dag, Sarah. Nou, nu gaan we naar de dochter. Ja. Beth. Oké. De weg naar je huis. Als je deze meer ziet, zit je goed. Zie je een dikke meneer, de burgemeester, dan ga je naar de ranch en dan ga je de verkeerde kant op. Hey, Russell. Hey. Hey. Net op duidelijk. Ik heb iets afgeleverd voor je. Ligt in je kamer. Oh, ik zie dat je de visangel hebt gehaald. Die Colin heeft gemaakt. Oh, daar zal hij zo blij mee zijn. En hij werkt beter dan je zou denken, hè, Link? Nou ja. Fijne dag, hè, jongen. Een omhoog zwangere vrouw. Weer op de zijkant luisteren. Oh, maar ik word hem wel zwanger, Link. Niet doen! Ja, sorry, ik zie er af en toe wat bij, omdat ik het gewoon leuk vind. Ik zou best wel eens een keertje bij dezelfde universe willen werken. Ja. En Austin John Plays en de Game Grumps. Allemaal in de beschrijving hier beneden. En op onze website, de linkerpagina. Die ook in de beschrijving beneden staat. Nou, jongens, ik moet niet gek van.
wordt. En vind je ook beschreven allerlei tips. Tips en tempo te doen. De tempo gist van Breath of the Wild. Jongens, bekijk hem alsjeblieft. Daar hebben we zoveel werk in gehad. Oh. Daar staat ook een tijdlijn van Zelda. Vertaald en aangevuld. Nu moet ik even uitleggen, jongens. Dan zet ik hem heel even op, het, op start. Dan weet je ook wat het collectiescherm is. Oh ja. Zal ik zo even uitleggen. Ik heb de tijdlijn aangevuld met Hyrule Warriors Age of Calamity. Met Breath of the Wild en Breath of the Wild 2. Het eerste en het laatste spel, Age of Calamity en Breath of the Wild 2, zijn op 25 september 2020 nog niet uit. Age of Calamity komt binnen 2 maanden. Woehoe! Woehoe! En Breath of the Wild 2... Als jullie in de toekomst kijken, vertel even wanneer die uit is gekomen. Leuk! Leuk! Weten wij tegen die tijd waarschijnlijk ook wel hoor. Wie staat nu, zoals het nu eruit ziet? Als we denken 2021, maar... Ze hadden toch al gezegd eind 2020. Ja, maar dat... was dat voor de coronacrisis? Nee, dat was niet voor de coronacrisis. Ze zeiden ook over dit spel, zeiden ze eind 2016 en het werd midden 2017. Ja, oké. Dus het kan ook 2022 worden. Precies. Maar goed, ik heb er Hyrule Warriors definitieve editie bijgezet. Officieel is die niet officieel. Of zoals ze het in het Engels canon noemen. Maar ik vind hem er logisch in passen. Goed, wat betekent dit allemaal? Wallet is je portemonnee. Een portemonnee houdt tot nu 300 roepies. Ik ga jullie later laten zien hoe je dat kan uitbreiden. Hier heb je het visjournaal. Welke vis je hebt gevangen? Je zwaard, equipped betekent, pak het op, gebruik hem, je kunt hier saven en je hebt de opties. We gaan verder. Oh, jij gaat checken wanneer die uitkomt. Nee. Ha! Anne kijkt even de buik uit in haar Nintendo Switch gamewinkel. Ah! Link heeft een katapult! Wow! Wow, had je genoeg geld om het te kopen, Link? Ze heeft zo'n crush op hem. Als je een raar mouwtje hoort, dan is dat mijn poes of mijn kat. De poes heet Sabrina, de kater heet Salem. Voorbereidingen compleet. Oké, wow, dit is zo geweldig. Laat eens zien hoe krachtig dat ding is. Wil je de doelwitten raken met die en de vogelverschrikkers? Nee, toe. Oh, ik kan niet geloven, die twee ettertjes. Zo geobsedeerd. Laat nou zien dat kleine jongens... Wat voor kleine jongens jullie eigenlijk nog zijn. Twee idioten zullen nooit stil worden als jij het niet doet, Link. Dus, wil je het laten zien? Nou. Je drukt op Y, dan pak je katapult. Je drukt op L, dan zie je een grote pijl. Druk je weer op Y, dan laat je op. Of, je haalt het op mijn manier. Dat was trouwens wel gaaf, Link. Katapult boekje, de handleiding ervan, zegt dat dingen makkelijker te raken zijn door L vast te houden. En jij noemt ons geobsedeerd met dit ding. Jij bent degene die de handleiding niet uit je hoofd weet. Je houdt Y ingedrukt en zo ga je er al je pijn hebt. Zoals nu. Nu is het dat je bijvoorbeeld de verdere doelwitten niet kan raken. Nou, dat doe je met de hand. Je hebt er voor 2 staan, niet voor. Nee, dat is wel bij Game Mania. Misschien niet mee. Net Games, misschien niet mee.
kind is zo verliefd. Die Beb, ja. Die is echt een crush op Link. Wauw, dat was geweldig, Link! Ja, je kan zwaarden gebruiken en katapulten en alles. Wordt rood. Hé, hey, ja, dat herinnert me eraan. Oh, Link, wil je me leren hoe ik een zwaard gebruik? Toek! Serieus, de laatste tijd, hè, die stomme aapjes, die komen uit het bos en gaan ze irritant doen. Ik wil ze gewoon verslaan. Ik wil ze goed verslaan, weet je? Kom op. Neer als weer een zwaard gebruikt. Maar als je nee zegt, dan blijf je zeuren. Dus druk maar gewoon, ja. Dan ga ik het jullie leren. Ja! Yeah. Woehoe! Yeeha! Daar kom ik op weer. Ergens? Nee, maar die kat ook. Ja. Oké, we willen eerst die beweging zien. Welke beweging? Tallo! Een beetje duidelijker zijn. De slice. Dat is moeilijk. Dat is gewoon B, toch? Nou, je hebt twee manieren van de slice. Inderdaad, deze. Yeah. En als je L mikt, kun je ook een horizontale, of een verticale slice. Ja. Ik denk dat ik hem ook een verticale slice heb gezien. Dat je die hebt zien doen door B en L vast te houden. En de volgende. Oh, ik wil die andere move zien, Link. Welke move, Beb? Ja, degene waar je naar voren drukt met je linker duimstick, L-target en B op drukt. Nou, de stab. Deze klinkt overweldigender dan het is. Druk op L. Druk naar voren. Wil je ook onze andere move laten zien? De spin attack. De spin aanval. Alsof dat moeilijk is. Je drukt op B en dan laat je hem los. Je drukt op B. Dan laat je hem los. Oh, wow, dank je, Link. Kijk, mocht je het nou niet lukken om die moves te doen, dan blijven ze herhalen wat je moet doen totdat je lukt. Het spijt me dat we je tijd moeten verdoen met deze twee stomme kinderen. Ja. Maar je moet moe zijn van alle belangrijke dingen. Hey, wacht. Je moet ons de sprongen aanval nog laten zien voor je gaat. Je bent wel degene waar je... Ja! En door de lucht vliegt. Je bedoelt diegene waar je gewoon L vasthoudt en op A drukt. Toch? Oh, heel moeilijk. En nu ga ik even een hele leuke negenwielen vrouws quote. Back up. Dus jongens, L indrukken op A drukken. Deze is echt niet moeilijk. Dan heb je een big whoop. Dank je, Link. Zo, ik denk dat ik, weet je, mee misschien niet, dit betekent dat, wanneer die stomme aapjes komen, hè. Oh. Ah! Stom aapje! Verdorie. Dat stom aapje. Kom hier, jij. Stom aapje. Kom hier. Gaat me lukken. Geen pakken. Oh. Ik hoor het Link denken. Moet ik er weer achteraan? Kinderen. Nooit kinderen. Russel heeft gelijk. Wel, boom. Ik bouw daar liever een boom. Maar Russel heeft gelijk. Nee, nooit. Stomme kinderen. Nooit kinderen. Oh. Ja. Dag Beb. Ja. Oh hey Mello. Kom je broer weer redden. Oh kinderen. Kom kinderen. Ja, kinderen zijn kinderen.
Ik verzin hier echt gewoon 80% van hoor, jongens. Link is en blijft de stille held. Daar is een reden voor. De reden daarvan is dat de maker van Zelda vond dat je zelf moest verzinnen, zoals ik nu doe, wat Link zei. En wie het is, hoe hij klinkt. Nu moet je wel even naar. Oeh, dat was vet. We gaan even de lantaarn halen. Is? Oh! Ordonian! Hé, jongen! Luister, ik ben niet helemaal zeker wat je gaat doen. En of je hier zou moeten rondlopen in het bos. Zonder een lantaarn natuurlijk. Want ja, het maakt niet echt uit of het daglicht is, hè. Ik bedoel, het betekent niet dat het in het daglicht veilig is. En er zijn heel veel donkere plekken en grotten en vochtige plekken. Ja, jongen, dat is echt niet zo veilig, hoor. En dan wordt het zo donker, zelfs midden van de dag, hoor. Hier, jongen, neem dit. Je hebt de lantaarn, deze moet je ook op I of X zetten. Ik zet hem meestal op X. En ik heb je al 3 keer uitgelegd hoe je dat moet doen. Maar dat doe ik nog een keer. Je drukt omhoog met je 4-puntstoets. En dan kun je hem op X of Y zetten. Gebruik hem 1 keer, dus op X of Y, maar van X te drukken. Dan gaat hij aan. En als je hem nog vast hebt en er staat put away op je A-knop, dan zet je hem uit en stop je hem weer terug in je boekbak. Ja, Link, die stopt alles in zijn boekbak. Ja, precies. En je kan hem ook gebruiken om dingen in de brand te steken. Ja. En dat gaan we jullie zo gelijk laten zien. Als je geen olie hebt, kun je hem niet gebruiken. Dan moet je hem vullen. Hij verkoopt olie. Spaar 100 roepjes bij elkaar. Dan krijg je ook een flesje olie. En dan kun je dat flesje blijven hergebruiken. Hij vertelt hier ook, kijk, ik verkoop ook lantaarnolie. Ik probeer wat meer markt te krijgen door de lantaarns gratis weg te geven en je dan door je neus te laten betalen voor de olie. Dat is een slimme business tactiek, hè, jongen. Ik heb vogels in mijn haar, dus zo slim ben ik. Dus zolang als je olie hebt, dan gaat je lantaarn branden en kun je dingen erin steken. Dus dat is zo'n raar idee. Ja, jongen, probeer eens een vuurtje te maken onder die pot daar. Nou, dat doe ik niet. Want ik ga jullie laten zien hoe je hem kan gebruiken op onze grote vrienden. Spinnenweb. Kom, Link. We moeten een clown naar hier achterlaten. Hier hebben we een andere kant. Thank you, Baba! Wow, met hem. Pakken we hier. Pakken we dit. Ik weet niet wat het is, maar. En dan krijg je die zaadjes. Nou, die kun je dus gebruiken. Voor je kapsel. Even mijn lantaarn op X zetten. Ik heb een. Je vindt een oud. Speel zwaard, houten zwaard. Die is van Tello. Het is wel donker. Kijk, hier kun je laten zien als je op X drukt, dan gaat dat ding aan. Je drukt hierop, zie je poetsen mee bij je A-knop. Nou, dat doet dan op. Oh. Chronisch heilen een mens. Chronisch geld tekort. Ja. Dit zijn kies.
En kies schrijf je K-E-E-S-E. Een kies. Ja. Heel veel mensen, waaronder ik, hebben de gewoonte, gewoonte genomen om één kies een key te noemen. Maar elke key in de wereld moet dood. Kijk, dus binnenweg. Oh jee, die vind ik niet doorheen. Wat nu? Nou, druk je niks. Links in mijn geval. Ook echt met zijn neus in het branden, dus binnenweg. Ja, jongens. Hey, ik heb vuur vaste handen. Hij heeft vuur op mij. Oké? Je boek. Dat was een ramp. Uit, want we gaan naar buiten. Ja. Hier moeten we even oppassen. Hier werd het lastig vorige keer. Ja, hier werd. Ja. Ik vermoed dat het omdat je geheugen bijna leeg was, bijna vol was. Dat hebben wij nu redelijk geleegd. Ja. Dus ik vermoed dat je er nu geen last van hebt. Wat voor baba's? Dat zijn waar ze aan de beide kanten hun bek kunnen openen. Verticaal en horizontaal. Robin, je hebt ook nog een pet laten zien. Kies moet dood in welk dezelfde spel dan ook in die dood. Ja, vanaf deel 1. Kies zeker. Ja, maar vang je het met een irritant vijand van wel, wat zou je dat doen met zijn motor? Om die motor over je rijden. Eén van de twee. Waarom zou je dat in godsnaam doen? Hè? Net zoals waarom zou je het meest irritante spelmechaniek eruit halen in Breath of the Wild? Dat is het uitgangspunt. Waarom zou je dat doen? Nou, hier vind je geen hartje, maar een simpele reden. Ik had het wel niks gezegd! We wilden net een keer. Miyamoto, Matsumoto, de maker, laat hem gewoon de maker noemen. Heeft één ding. Hij is soms zo overduidelijk. Zie je die twee lantaarns? Ja, die is niet. 1, 2, schat. Dus als je 1, als je 2, 3, 4 of misschien 1 wel heel overduidelijke lantaarns ziet staan, steek ze altijd even aan. Nu zijn we hier, nu zijn we waar we voor gekomen zijn, de kleine sleutel. Deze zal het hek openmaken naar het Faron Bos. En dit is een piece of work. Ja, maar dat laat ik jou zeggen. Ik weiger het. Net zoals dat ik het een hardcontainer noem.
voor de duidelijkheid, ik speel dit spel in het Engels. Altijd. Al vanaf dat ik een heel klein kindje was. Dat was 5 jaar oud toen het eerste spelletje van Zelda onder mijn neus. Nog een 8-bit pixeltje met een wit dingetje dat erachter uit kwam. Dat was dan je zwaardje. Ja, en dan had hij een heel raar groen dingetje voor zijn gezicht. Oh nee, dat is deel 2. Dat gaan jullie niet merken, maar ik ga even editen, want dit gaat niet goed.